Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie kort laten zien hoe je deze clear gift tags kan maken. Ik heb ze in kerstthema gemaakt, maar je kan natuurlijk elk thema wat je wilt kiezen. Ik gebruik hiervoor de die-cuts die in de luxe papierblokken van DecoTime zitten, die je bij de Action kan vinden. Maar je kan welke dan ook nemen die je zelf wilt. Ook een papier voor op de achtergrond en lamineervelletjes. Deze kleine heb ik ooit eens bij de Lidl of bij de Aldi gehaald. Dat zat in een pack met 3 verschillende groottes. Dan ga je de breedte van je tag bepalen. Ik neem altijd een 6 tot 6,5 centimeter breed, maar dat is je eigen voorkeur. En dat ga je dus aftekenen en dan knippen. En dan ga je die daar gewoon altijd op het andere leggen. Dan moet je dat niet altijd opnieuw aflijnen. En dan knip je gewoon evenveel als dat je er wilt maken van tags. De andere kant gaat natuurlijk korter zijn, maar die kan je nadien nog altijd voor andere dingen gebruiken. En dan maak ik ook de lengte iets korter, omdat het toch een gift tag is, moet die niet te lang zijn naar mijn mening. Dus die lengte bepaal je gewoon zelf. Ik zou ze gewoon niet te kort maken, want de die-cuts van de Action zijn redelijk groot. Dus als je ze te kort maakt, dan ga je sneller ook straks met die gaatje in je versiering eigenlijk zitten. En dan begin ik altijd met een papier op de achterkant. In deze video gebruik ik oud papier, als ook zelf gesteend koffiepapier. Maar je kan elk papier dat je wilt gebruiken. En dan het voornaamste is gewoon leuke die-cuts zoeken uit de bundels die je wilt gebruiken voor je tags. Ik heb er een paar genomen die eigenlijk meer cadeaugericht zijn. Ook toffe quotes voor op een tag, maar je kan eender te wat kiezen. Versier het gewoon naar jouw mening. Gebruik washi tape, wat dan ook. Ik zou gewoon zorgen dat je het niet te dicht of te vol plakt. Dat je nog wel altijd zo goed het clear view hebt, zeg maar. En ook naar boven toe, niet te vol. Want als je straks aan je gaatje er gaat doorprikken, dat die niet in jouw tekening komt. Dus die stappen ga je gewoon herhalen voor elke tag die je maakt. Ik doe op de achtergrond ook altijd een beetje lijm. Dat moet niet, want door de warmte straks gaan ze toch samenvloeien. Maar dan bewegen de die-cuts niet op je lamineervelletje, zeg maar. En dan heb je ook een beter idee hoe het gaat zitten. En ook dat het niet verschuift als je het straks dan oppakt. Ik doe dit natuurlijk met lamineervellen. Dat is makkelijk, dat gaat snel. Indien je geen lamineertoestel hebt, kan je misschien het ook wel altijd zo van die doorzichtige, zelfklevende folie dat je bij de Action kan vinden op van die rollen. Daar zou je het eventueel ook wel kunnen opmaken. Want ik veronderstel dat niet iedereen een lamineertoestel heeft. Het is wel iets superhandig dat ik heel vaak gebruik voor mijn werk. Maar ik denk wel dat je het met die doorzichtige folie ook wel kan doen. Dan moet je gewoon zien dat je geen kronkels maakt en geen kreuken. Wanneer je tags zijn, hoe dat je ze wou, dan zet je je lamineermachine op de dikte waar je vellen van gemaakt zijn. Die steek je erdoor, dat gaat vrij snel, want ze zijn ook vrij kort. Laat ze even afkoelen, zodat ze mooi plat liggen. En dan daarna ga ik de randen een beetje afronden, dat ze minder scherp zijn. En dan ga ik een soort tagvorm er ook in zetten. Je kan daarvoor een punch gebruiken, maar ik heb gewoon de randen afgeknipt recht. En dan ga je er ook een gaatje in maken. Mijn machine ging niet al te best door het lamineervel. Dus ik moest er nadien nog het ringetje zelf uitknippen, maar dat is niet veel extra werk. Ik heb vorig jaar bij de HEMA zo'n tool gekocht waar je ijzeren ringetjes mee vast kan maken aan de gaatjes die je hebt gemaakt. Dat maakt het voor mij meer af, maar als je dat niet hebt, dat maakt totaal niet uit. Je kan ze perfect zo gebruiken, maar ik voeg dat graag toe. En dan zo zijn ze geworden. Ik vind ze echt super tof. Ik heb er verschillende gemaakt en ik ga ze zeker gebruiken voor deze kerst. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat me zeker weten of jullie dit ook gaan uitproberen. En dan zie ik jullie graag binnenkort terug. Doei!